Revolution, het is een goed nieuwe dag, het is een goed nieuwe vlog. Het is echter alleen opnieuw geen ochtend meer, ook geen middag, het is avond. Ik moet echt beter leren vloggen. Het was vandaag de laatste werkdag van de week, dus op dat gebied heb ik het de komende dagen rustiger, dus kan ik meer vloggen. Ik heb net heel even gecheckt, de video die zo snel mogelijk online zou komen, staat online en staat goed online. Ik wil dus nu nog heel even twee video's editen en dat wil ik nu gaan doen. Ik heb eigenlijk vandaag de hele dag gewerkt. Het was voor mijn schouder iets te veel, ik merkte het al. Ik heb eigenlijk mijn schouder niet tot amper gebruikt. Ik heb voornamelijk gewoon mijn goede arm gebruikt. Dit is mijn goede arm, dit is mijn slechte arm, mocht je het niet helemaal mee hebben gekregen. Maar omdat ik deze natuurlijk meer gebruikte dan ik normaal deed, omdat ik natuurlijk ook de handelingen die ik normaal gesproken met deze arm zou doen, met deze arm deed, overbelastte ik deze arm en trok de pijn dus van deze schouder naar die schouder toe. Top, dus kortom, ik heb alsnog te veel gedaan vandaag. Ik heb het proberen te reduceren, lukte niet helemaal. Ik heb mijn best gedaan. Morgen weer een nieuwe dag. Nee. Morgen heb ik sowieso niet heel veel op de planning staan. Maandag weer een nieuwe dag. Want maandag is weer een nieuwe werkdag voor mij. Dinsdag, woensdag, donderdag en zondag ook. Maar dat is even terzijde. Ik wilde dus nu nog heel even chillen op bed. Mijn schouderpijn is namelijk flink aanwezig. Ik heb namelijk mijn paracetamol van 3 uur niet gehad. Dat kwam omdat ik om 3 uur... niks te eten had en deze medicatie moet met eten ingenomen worden. Die heb ik net avond gegeten en kan ik hem nu dus wel nemen. Maar dan heb ik heel even te denken hoe ik het dan ga doen voor vanavond. Want dan zit die van vanavond natuurlijk heel dicht op. Dus of ik blijf nu met pijn zitten. Of ik pak nu een paracetamol. Auw. Ah, dat is altijd al zeer. Nee, ik ga nu een paracetamol pakken. En dan ga ik editen en dan werkt hij in. En hopelijk werkt hij dan nog. Ja, dan werkt hij dus nog. Als ik strak bezig ben, is dat niet het geval, kan ik hem opnieuw nemen. Ik weet namelijk niet tot hoe laat ik wakker blijf. Het is nu namelijk 7:50. Die pillen... Ik zeg ook gewoon pillen. Die medicatie die is ongeveer een 8 uur durende werking. Dus op zich zou ik hem niet meer hoeven nemen. Mocht ik nou in het midden van de nacht wakker worden, dan kan ik het natuurlijk altijd nog innemen. Dus dat gaan we doen. We gaan nu medicatie nemen. En dan mocht ik vannacht wakker worden, kan ik vannacht. Mocht ik in 1 keer doorslapen, dan heb ik pillen over. Ja. Oké, we gaan gewoon even kijken hoe we doen. En dan zien we wel.